Een hele goede avond, dames en heren. Welkom op dit CFP-PE-webinar van 25 januari over de wijzigingen van de eigen woningregeling. Ja, een andere host. Jullie verwachten natuurlijk Bob hier als vaste host. Maar Bob zit helaas in thuisquarantaine. Dus daarom ben ik als vervanger aangeschoven. Bijna wel last minute ingelaste webinar over de eigen woningregeling. Wij wilden daar natuurlijk snel bij zijn, omdat 1 januari zonder overgangsregime gaan de nieuwe wijzigingen in. En we hebben Rob Timmermans, een absolute vakdeskundige op dit gebied, bereid gevonden om ons mee te nemen op dat gebied. Dus Rob, de floor is dadelijk yours. Als jullie vragen hebben tussendoor, dan stel ze gerust via de chat. En dan zorgen wij uiteindelijk dat ze bij Rob terechtkomen. Rob, welkom. Ja, dankjewel. Ja, neem ons mee in alles wat er wijzigt vanaf 1 januari. Ja, dat ga ik zeker doen. Bedankt voor de mooie intro. Ja, de nieuwe eigen woningregeling. Heel gek is dat gelopen. We zagen in augustus dat er een kamerbrief kwam van demissionair staatssecretaris Veilbrief, en daarin kondigde hij eigenlijk al die wijzigingen aan. En toen is het heel snel gegaan. Het zat in de overige fiscale maatregelen bij de belastingplannen. En in december is het eigenlijk heel snel door de Kamers heen gegaan. Het waren kamerstukken, want niemand begrijpt waar het over gaat. Ik gaf er straks al aan, de enige partij die tegen heeft gestemd is Partij van de Dieren. Dus dan weet je wel waar het over gaat. En ineens, per 1 januari, hebben we een nieuwe eigen woningregeling. En dat betekent dus dat we al 3 weken moeten adviseren volgens de nieuwe eigen woningregeling. Maar het is zo snel gegaan dat eigenlijk nog niemand weet waar het over gaat. Nou, ik neem jullie mee in de presentatie. We gaan eerst eens kijken, ja, hoe zat die eigen woningregeling tot nu toe in elkaar? Daar gaan we even een korte overview van geven. Want dat is wel heel relevant voor de inrichting van de nieuwe eigen woningregeling. Nou, dan gaan we terug naar 14 april 2017. De Kamerbrief van voormalig staatssecretaris Erik Wiebes. En Wiebes zei toen eigenlijk, korte de bocht, jullie adviseren allemaal helemaal verkeerd. Want als partners samen een woning kopen, dan volgt de civiele schuldverhouding altijd de eigendomsverhouding in de woning. En dat betekent dus als we 50-50 een woning aankochten, dat de schuldverhouding ook 50-50 was, maar ook de lening delen. Maar, zei Wiebes, ieder houdt wel fiscaal zijn of haar eigen woning verleden. En zei die de eigen woningreserve is altijd een privéstand. En toen zagen we heel snel dat we tegen een aantal conflicten aanliepen tussen de civiele schuldverhouding en de fiscale verhouding. Want stel, ik koop samen als doorstromer met een starter een woning aan. Ik heb een eigen woningreserve van 1 ton en ik breng ook feitelijk die pot met geld in. En we kopen een woning van 5 ton. Dat betekent we hebben samen 4 ton hebben we aan schuld, ieder 2 ton. Maar voor de verwerving moet ik kijken naar mijn deel van de verwerving, 2,5 ton, minus mijn eigen woningreserve van 1 ton, betekent ik mag 1,5 ton eigen woningsschuld hebben, maar civiel was mijn schuld 2 ton, dus ik had al gelijk een box 3 gedeelte van 50.000 euro. Nou, en hetzelfde geldt dus ook voor de problematiek met fiscaal en civiel, want als ik een doorstromer ben en ik heb 2 ton overgangsrecht en ik koop samen met mijn partner die woning aan, dat betekent dat 2 ton aflosvrij voor beide 1 ton aflossingsvrij inhield, 50-50, maar voor mijn partner die starter is dat gewoon een box 3 lening. Nou, dus allerlei onhandige conflicten binnen die uitleg in die Kamerbrief. En dat zag ook de nieuwe staatssecretaris Menno Snel. En Menno Snel zei in december 2017, ik kom volgende maand met een besluit waarin ik een goedkeuring geef om in feite die conflicten binnen die uitleg in die brief van Wiebes op te lossen. En dat deed hij, dat was het goedkeuringsbesluit van 30 januari 2018. En wat zei Menno Snel? Als je samen een woning koopt in een 50-50 verhouding en je gaat de schuld in diezelfde verhouding aan, dan heb je de keuze als partners om te kiezen het hele eigen woningverleden van beide partners te verdelen bij helften. Dus eigenlijk zoals in de oude algehele gemeenschap voor goederen. En hij zei dat geldt ook voor de eigen woningreserve, die wordt ook bij helften verdeeld. En daarmee zag je inderdaad dat het fiscaal optimaal werd, want de fiscale constructie sloot ook aan bij de civiele schuldverhoudingen. Maar er zat wel een dikke maar aan, want hij zei eenmaal gekozen blijft gekozen. En als je uit elkaar gaat, heeft dus ieder de helft van de eigen woningsschulden, dus ook de helft van de eigen woningverleden van de partner. Nou, stel ik ben een starter. Ik kom een vriendelijke dame tegen met een eigen woningverleden van 4 ton terug naar 2001.
En we besluiten om gebruik te maken van het goedkeurend besluit. Dan kies ik nu als starter dus voor een eigen woning verleden terug naar 2001 van 2 ton. En dat betekent dat ik in feite al 21 jaar aftrek meeneem. Nou, zouden we dan uit elkaar gaan en ik zou een appartement kopen van 2 ton, dan heb ik nog 9 jaar aftrek. Dus dat was weer het probleem met het goedkeurend besluit. Dan hadden we nog de derde optie en dat was een andere interne draagplicht tussen partners, oftewel een draagplichtovereenkomst. En wat je eigenlijk doet bij zo'n draagplichtovereenkomst, dan zeg je van nou, iedere partner zorgt voor de financiering van zijn eigen deel van de verwerving. Dus stel we kopen weer die woning van 5 ton, die kopen we 50-50, dan verwerft ieder voor 2,5 ton. En we gaan dan per partner gaan we die eigen woningregeling inregelen. Dus we doen eigenlijk net alsof die partners niets met elkaar te maken hebben. En brengt één van beiden een ton in, nou ja, dan heeft die partner gewoon 1,5 ton schuld. En de andere partner heeft 2,5 ton schuld. Dus die schuldverhouding hoeft er ook niet gelijk te zijn. En heeft de één een eigen woning verleden met overgangsrecht, past die partner dat overgangsrecht toe. En als de ander een starter is, dan gaat die ander de eigen woningschuld volledig aflossen. En dat is wel heel overzichtelijk, want je weet precies welk leningdeel hoort bij wie. En de een heeft ook een andere schuld dan de andere partner. Dus verkoop je die woning en je hebt eigen middelen ingebracht, dan zie je dat weer terug in de overwaarde. Nou, dan zul je denken van, hé, dat is natuurlijk het meest optimale. Hè? Dat is het meest ideale, zo'n andere interne draagplicht. Maar daar zaten we weer met de restrictie dat zo'n andere interne draagplicht alleen maar mogelijk is in eenvoudige gemeenschappen. En eenvoudige gemeenschappen zijn gemeenschappen waar je ook bijvoorbeeld een woning in een andere eigendomsverhouding zou kunnen kopen. En dat zijn dus de samenwoners, maar ook bijvoorbeeld gehuwde huwelijkse voorwaarden waar de woning niet in een algehele of beperkte gemeenschap valt. Dus in feite alle samenlevingsvormen waar je ook een andere inrichting zou kunnen hebben per persoon van die eigen woningregeling. En dat betekent dus, ja, stel je hebt gehuwden in die beperkte gemeenschap voor goederen, dan kun je dus al niet een andere interne draagplicht regelen. Dan hing je dus al eigenlijk vast aan dat goedkeurend besluit. Want die wettelijke regeling, ja, dat was eigenlijk geen adviesoptie. Nou, dan zag je dat de nieuwe staatssecretaris Velbrief, die riep dus in die brief van augustus, dat wil ik anders gaan inrichten. En hij komt dus op dat moment met een regeling waar hij uitleg geeft dat hij het goedkeurend besluit wil codificeren, dat betekent in wetgeving opnemen, maar wel een andere inrichting per onderdeel. Dus daar gaan we zo meteen naar kijken. En dat betekent, beste collega's, we hebben vanaf 1 januari, dus al 3 weken, nog maar 2 adviesopties. Dat zijn de nieuwe wettelijke regeling en dat zijn nog steeds een andere interne draagplicht, maar alleen nog steeds in die eenvoudige gemeenschappen. Dus zodra het niet een samenwoner is of gehuwde of geregistreerd partners waar de woning niet in een beperkte of een algehele gemeenschap valt, dus bijvoorbeeld koude uitsluiting, dat zijn eenvoudige gemeenschappen. In alle andere situaties zitten we gewoon in die wettelijke regeling. En je hebt dus op dat moment nog maar 1 adviesoptie. Nou, de wettelijke regeling is dus een codificering van het goedkeurend besluit met aparte inrichting van ieder onderdeel. Ik zie het persoonlijk meer als een reparatie van die wettelijke regeling, waar je in feite die conflicten tussen civiel en fiscaal kreeg. Ja, wat betekent dat? Nou, gelijk even om jullie te laten schrikken. Vergeet vanaf nu maar alles wat je de afgelopen jaren hebt geleerd over de wettelijke regeling en het goedkeurend besluit. Want ze bestaan gewoon niet meer. En we hebben nog maar 1 regeling, dat is die nieuwe wettelijke regeling. En dat geldt niet alleen voor nieuwe adviezen. Nee, sterker nog, adviezen voor 1 januari over hypotheken die nog moeten passeren. Dan geldt in feite op die nieuwe hypotheek al die nieuwe wettelijke regeling. Dus dat is ook heel bizar. We hebben niet eens een overgangsregeling. Dus in feite hoor je al 3 weken op deze manier je hypotheken te adviseren en te laten passeren. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat er gebeurt in die nieuwe wettelijke regeling. En dan kijken we naar de 3 pijlers van de eigen woningregeling. 3 pijlers zijn de bijleenregeling, dus hoe pas je die eigen woningreserve toe. De aflossingsstand, hoe pas je die bij fiscale partners toe. En we gaan ook kijken naar het overgangsrecht. Nou, dat zijn ook de 3 onderdelen uit die eigen woningregeling. Maar wat is nu nieuw? Per aspect krijgen we dus een andere regeling. Dus in feite dat goedkeurend besluit, dat wordt gecodificeerd. In het goedkeurend besluit ging alles automatisch 50-50. Was ook alleen van toepassing als je 50-50 een woning kocht. De nieuwe wettelijke regeling geldt ook in alle andere eigendomsverhoudingen. Maar daar zie je per regeling een aparte invulling. Nou, ik ga per onderdeel, dus bijleenregeling, aflossingsstand, overgangsrecht,
ga ik laten zien hoe die regeling dan ingevuld moet worden. En op deze manier zul je dus ook moeten adviseren over die nieuwe wettelijke regeling. Wat is het doel van die nieuwe wettelijke regeling? Nou, Veilbrief zei, ik wil een betere aansluiting van de economische gerechtigdheid van partners, ook binnen bijvoorbeeld een huwelijksgemeenschap. Maar ook als je dus met een partner een woning koopt, dat je niet gebonden bent per se aan het eigen woningverleden van die andere partner. Nou, of dat gelukt is, dat zullen we zo meteen eens zien. Maar we beginnen gelijk met een polvraag. Ja, we hebben een vraag voor jullie thuis. De polvraag is, ik heb al voldoende kennis van de adviesmogelijkheden die vanaf 1 januari 2022 gelden bij het advies over de samenstelling van de hypotheek bij partners met een eigen woningverleden. Antwoord A, ja. En antwoord B, nee. Dus eigenlijk is de vraag van, weten mensen er al genoeg van? Dus ik ben heel benieuwd wat men aangeeft. Rob vraagt je tussendoor, terwijl dat mensen de poll kunnen invullen. Er wordt continu gezegd van de eigen woningregeling en dergelijke, dat gaan we versimpelen. Ja. Is dit in jouw ogen nu een versimpeling of niet? Nee, kijk, de doelstelling erachter, die begrijp ik wel. Alleen, het is weer typisch een regeling die in Den Haag bedacht is door iemand die nog nooit een klant in het wild heeft gezien. En totaal niet weet hoe dit in de praktijk werkt. Hm. Want dat zul je dadelijk ook zien in de regeling. Ze gaan ervan uit dat iedereen keurig zijn eigen woningverleden bijhoudt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in die nieuwe wijziging zul je zien dat je sommige informatie ook weer moet gaan registreren als belastingplichtige. En daar zal ik dadelijk ook op ingaan dat er ook een taak zit ook voor de financieel planner, die een hypotheekadviseur, om misschien ook wel aanvullende informatie in het adviesrapport te zetten. Over ook individueel per persoon wat er nou resteert nadat je nieuwe constructie hebt toegepast. En dat lijkt nu nog een beetje vaag, maar ik zal dadelijk uitleggen wat dat inhoudt. Ja, precies. Dus er komen eigenlijk meer adviesmogelijkheden bij. Ja, het wordt complexer. Ja. En dat is eigenlijk complete onzin, want die eigen woningregeling, die hadden lang natuurlijk op een andere manier ingericht moeten worden. Onder ons, de hele fiscaliteit moet er natuurlijk uit. Ja, nou, daar zijn we het met elkaar eens. Ja, zeker. Laten we eens kijken naar de uitslag van de poll. 96% Rob geeft aan nog niet over voldoende kennis te beschikken. Dus ja, we zitten hier niet voor niks. Nee, absoluut niet. Dus, dan complimenten aan die 4%. Ja. Dus die hebben zich tussen kerst en oud en nieuw, net zoals wij, vreselijk verdiept in die eigen woningregeling. Maar ik begrijp dit ook. Dit is van het een op het andere moment en het was eerst nog voorgenomen wetgeving. En nu ineens van het een op het andere moment is het er. En ja, ik neem aan dat jullie niet voor niets hebben ingelogd hier bij dit webinar. Nou, laten we maar eens kijken dan hoe die nieuwe eigen woningregeling in elkaar zit. We beginnen met de bijleenregeling, dus het toepassen van de eigen woningreserve. En daar zie je dus staan, de eigen woningreserve die is ontstaan voordat boedelmenging heeft plaatsgevonden door voltrekking van een huwelijk in algehele gemeenschap voor goederen of wijziging van huwelijksvoorwaarden waardoor zo'n algehele gemeenschap voor goederen ontstaat, wordt bij die boedelmenging bij helften toegerekend aan elk van de partners. Ja, wat is hier nieuw aan? Als je kijkt in de oude regeling, daar stond dus inderdaad dat een eigen woningreserve naar rato van de huwelijksgemeenschap werd toebedeeld aan partners, maar ook een pre-boedelmenging. En daar kon je in een gekke situatie terechtkomen. Stel, ik heb een eigen woningreserve van een ton. Ik ga met een partner samenwonen in de huurwoning bij die partner. We vinden elkaar erg leuk. We worden geregistreerd partner. Zonder partnerschapsvoorwaarden, dus een beperkte gemeenschap. En het jaar daarna vinden we elkaar niet meer zo leuk en we gaan uit elkaar. Dan zou dus, en dat is de visie van Veilbrief, volgens de oude regelgeving mijn partner ineens 50.000 euro eigen woningreserve hebben, terwijl die partner nooit een eigen woning heeft gehad en nooit een eigen woning schuld. Daarmee zie je ook dat de visie van Veilbrief en die van Wiebes al uit elkaar liepen. Want Wiebes zei, eigen woningreserve is altijd een privéstand. Veilbrief zei, nee, naar rato van de huwelijksgerechtigdheid zou die verdeeld moeten worden. Nou, om dat op te lossen heeft hij dus gezegd, een pre-boedelmenging eigen woningreserve, hè, mooi woord, dus een boedelmenging waarvoor een eigen woningreserve is ontstaan door een van de partners, gaat alleen nog maar over op de andere partner in een algehele gemeenschap voor goederen. En voor de beeldvorming, je kunt nog steeds huwen in een algehele gemeenschap voor goederen. Dat moet je nu wel regelen bij huwelijkse voorwaarden. Maar volgens mij zijn afgelopen jaar nog geen 100 stellen in een algehele gemeenschap voor goederen gehuwd. Dus in andere situaties komen we in de nieuwe regeling. En wat is die nieuwe regeling met de eigen woningreserve? Allereerst heel belangrijk, als we het over de nieuwe eigen woningregeling hebben, dan is het uitgangspunt het schuldaandeel
per partner. En waarom zeg ik dat nadrukkelijk? Het schuldaandeel per partner zijn de kosten van verwerving minus de feitelijke potten met geld die worden ingebracht. En dat is bijvoorbeeld wat anders dan bij een andere interne draagplicht. Want daar gaan we per persoon kijken wie verwerft wat. Dat is ook het uitgangspunt. Dus op het moment dat je 50-50 verwerft, nou ja, dan heeft ieder de helft van de verwerving en die ga je invullen. Nu gaan we eerst kijken wat zijn de kosten, hoeveel middelen worden ingebracht, wat is dus de gezamenlijke schuld. En die verhouding, die schuldverhouding, volgt dus de eigendomsverhouding. Nou, we gaan dus per partner kijken wat het schuldaandeel is. Ja, en dan zie je de volgende regeling. Als partners niet meer schuld aangaan dan het verschil tussen de kosten van verwerking van de eigen woning en de gezamenlijke eigen woningreserve, dan wordt de schuld die bij één van de partners niet tot de eigen woningsschuld zou worden gerekend, toch tot de eigen woningsschuld van die partner gerekend. En dan zie ik jullie denken, hè, wat staat hier nou voor iets raars? Ja, dit is dus het voorbeeld dat ik daar straks gaf. Als ik een eigen woningreserve heb en ik breng ook feitelijk die pot met geld in, dan hadden we een conflict in de wettelijke regeling tussen civiel en fiscaal. En dat wordt hiermee opgelost. Ik geef er een voorbeeld bij. Barry en Tineke kopen samen 50-50 een woning voor 450.000 euro. Ze zijn ongehuwd en Barry heeft nog een eigen woningreserve van 70.000 euro. Gaan we fiscaal kijken naar de verwerving. Ieder verwerft voor de helft van die 4,5 ton, dus 225.000 euro. Maar Barry brengt ook feitelijk die pot met geld in. En dat betekent dat ze samen een schuld hebben van 380.000 euro. Nou, dat is dus het uitgangspunt van de nieuwe wettelijke regeling. Die 380.000 euro, die is 50-50, civiele schuldverhoudingen. Ja, en nu gaan we dus kijken naar, ieder heeft een schuld van 190.000 euro. Maar fiscaal gezien, Barry verwerft voor 225.000 euro. Hij heeft een eigen woningreserve van 70.000 euro. Dus hij zou maar maximaal een eigen woningsschuld kunnen hebben van 155.000. Gaan we kijken naar Tineke. Tineke verwerft 225.000 euro. Maar door die inbreng van Barry heeft zij maar een schuld van 190.000 euro. Dus in feite benut zij 35.000 euro niet. Haar eigen woningsschuld op basis van de verwerving had mogen zijn 225.000 euro. Maar kan maar maximaal haar feitelijke schuld van 190.000 euro zijn. En nu zegt de wetgever, Barry mag nu gebruik maken van de eigen woningsschuld die Tineke niet benut. Dus hij mag die 35.000 weer toevoegen aan zijn schuld. En dat betekent dat zijn eigen woningsschuld op dat moment weer die volledige 190.000 euro wordt. En dan zie ik jullie denken van ja, maar Rob, dit was toch ook gewoon de toepassing van het goedkeurend besluit. Ja, die zou op dit moment op hetzelfde uitkomen. Maar deze nieuwe regeling geldt dus ook bij andere verhoudingen dan 50-50. Dus ook bij 60-40% verhouding. En het is dus niet altijd zo dat partners ook volledig hun eigen woningreserve als pot met geld inbrengen. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan ontstaan alsnog box 3 gedeeltes. Eigenlijk, en dat is natuurlijk wel in de nieuwe regeling, als beide partners minimaal de hoogte van hun eigen woningreserve ook feitelijk als pot met geld inleggen, dan zullen beide schulden altijd kwalificeren als eigen woningsschuld. Nou, dan gaan we naar het tweede onderdeel. We hebben maar een uurtje, dus ik kan niet te diep op allerlei voorbeelden ingaan, maar daar hebben we natuurlijk allerlei leuke bijeenkomsten voor. Ja, de aflossingsstand is waarschijnlijk het onderdeel dat het meest afwijkt van de vorige regelingen. En daar zie je staan in het nieuwe artikel 3.119 deel 4. Bij het gezamenlijk met de partner aangaan van een eigen woningsschuld wordt een aflossingsstand medegeacht geheel of gedeeltelijk te zijn toegepast voor zover de aflossingsstand voor tenminste het schuldaandeel, daar heb je hem weer, van de belastingplichtige in die schuld bij de belastingplichtige of zijn partner is toegepast. Dus we gaan weer eerst kijken wie heeft welk schuldaandeel. En dan, dat klinkt misschien heel raar, dan gaan we eerst individueel gaan we de aflossingsstand toepassen per partner. En daarna gaan we kijken hoe zit de schuldverhouding in elkaar, want daarna wordt het weer gezamenlijke schulden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat een van die partners een hogere aflossingsstand heeft dan het nieuwe schuldaandeel. Nou, dan krijg je de volgende methodiek. Je gaat dus eerst per partner kijken op basis van ieders individueel schuldaandeel, een individuele toepassing van de aflossingsstanden. Dan ga je daarna kijken, als je die hebt toegepast, welke leningdelen hebben we nou? Ik zal het dadelijk toelichten natuurlijk met een voorbeeld. Die leningdelen worden weer gezamenlijk in de verhouding
conform de eigendomsverhouding. En daarna gaan we kijken, de partner die niet volledig zijn aflossingsstand heeft toegepast. Nou, zeg maar het niet toegepaste deel van die aflossingsstand, dat gaat de koelkast in. Dat blijft daar staan met het labeltje van die partner erop. En dit is dus een hele andere invulling dan we hadden voor die tijd. Ja, want goedkeurend besluit gingen natuurlijk de aflossingsstanden, die gingen gelijk 50-50. Dus die moest je natuurlijk ook vaker volledig toepassen. Nou, laten we eens aan de hand van een voorbeeld kijken hoe dit dan uitpakt. We hebben Bernie en Bernie heeft van 1 juni 2015 tot 1 juni 2019 een eigen woning gehad. Bij de verkoop van de woning is een aflossingsstand ontstaan van 240.000 euro en een resterende looptijd van 312 maanden, dus 26 jaar. Dan huurt Bernie op 1 juli 2022 in beperkte gemeenschap van goederen met Julie. Julie heeft niet eerder een eigen woning gehad en Julie is dus een starter. Nou, als we gaan kijken naar de oude artikel 3.119 deel 4, dan kreeg je dus een verdeling ook van de aflossingsstand naar rato van de gerechtigdheid in de huwelijksgemeenschap. En Velbrief zei dus, volgens de wetgeving tot 1 januari, zou dus die aflossingsstand van Bernie 50-50 verdeeld worden. Nou, in de nieuwe wettelijke regeling doen we dat niet. Het blijven even individuele standen. En wat gebeurt er dan? Op 1 oktober 2022 kopen ze een woning en de eigen woningsschuld is samen 360.000 euro. Dat is ook de feitelijke schuld op dat moment. Nou, dan gaan we weer kijken naar ieder schuldaandeel. Ieder heeft dus 180.000 euro schuldaandeel. Nu gaan we die aflossingsstand van Bernie individueel toepassen op zijn schuldaandeel van 180.000 euro. Zijn aflossingsstand was 240.000 euro met een resterende looptijd van 26 jaar. Dus hij moet zijn 180.000 euro in 26 jaar aflossen. Maar je ziet al gelijk van, wacht even, zijn aflossingsstand was 240.000 euro en zijn schuldaandeel is 180.000 euro. Dus hij benut niet 60.000 euro. Die 60.000 euro doet niet meer mee. Die gaat de koelkast in, naam Bernie erop en die blijft daar staan. Dan gaan we naar Julie. Julie is een starter en dat betekent dat zij haar schuld van 180.000 euro in 360 maanden mag aflossen. Dus we hebben nu twee schulden, 180.000 euro 26 jaar en 180.000 euro 30 jaar. En nu gaan we kijken hoe zit dan de schuldverhouding. Nou ja, beperkte gemeenschap van goederen, dus de schuldverhouding is 50-50. Dat betekent dat ieder de helft van die 180.000 euro 26 jaar heeft en de helft van die 180.000 euro 30 jaar. Dus in feite heeft ieder 90.000 euro 26 jaar en 90.000 euro 30 jaar. Dat zijn gewoon twee schulden die gewoon gezamenlijk in de verhouding 50-50 zijn. Dan besluiten ze 5 jaar later uit elkaar te gaan. Ja, die schulden zijn gezamenlijk, maar die schulden zijn natuurlijk op dat moment al verder afgelost. Dus de schuld van 180.000 26 jaar is inmiddels de schuld van 152.000 21 jaar. En de schuld van 180.000 30 jaar is inmiddels de schuld geworden van 166.000 25 jaar. Nou, ze gaan uit elkaar. Dus Julie krijgt nu de helft van die schulden. 76.000 21 jaar en 83.000 euro 25 jaar. Bernie krijgt ook de helft van die schulden, diezelfde aflossingsstanden, maar Bernie, weet je nog, 5 jaar geleden, toen ze die woning gingen verwerven, had hij nog 60.000 die niet is toegepast met een resterende duur van 26 jaar. Die komt nou uit die koelkast en die krijgt Bernie weer individueel terug. Nou, en je voelt hem al aankomen, dit gaat fantastisch werken in de adviespraktijk. Want Bernie komt bij jou aan en die zegt van, financieel planner van me, denk eraan, ik heb nog van 5 jaar geleden een stand van 60.000 euro, dat is niet 60.000, dat is 59.398 euro, met nog 312 maanden. Dus daarom gaf ik al aan, de doelstelling van de regeling is wel duidelijk. Hè? Dus je hoeft niet dan de volledige aflossingsstand toe te passen, samen. Maar de uitvoering, dit gaat natuurlijk niet werken. Tenzij wij op dat moment, als we dit advies geven aan Bernie en Julie, zeggen, jongens, dit wordt de nieuwe samenstelling. En let op, Bernie, jij houdt wel 60.000 euro over. Dat is een privéstand. En we vermelden dat ook in het adviesrapport. Want dit adviesrapport moet je sowieso al aangeven, ja, welke constructie is er? Hoe pakt die uit? Is het bijvoorbeeld een draagplichtovereenkomst, dan zul je ieder leningdeel moeten labelen. Alleen hier kan dat niet, want ze zijn gehuwd in beperkte gemeenschap. Dus we hebben maar één adviesoptie, nieuwe wettelijke regeling.
En ik denk dat je daar ook uitleg bij moet geven van let op, dit is de toepassing, maar dit blijft individueel per partner. Nu hebben we een voorbeeld met één partner met een aflossingsstand. Maar je kunt je voorstellen dat in de praktijk, hè, zeker mensen die gescheiden zijn, wat duurdere woningen hebben gehad, hogere aflossingsstanden met hun ex. Nou, die komen een nieuwe partner tegen, die gaan wat goedkoper wonen. Dan kan het best zijn dat beide partners aflossingsstanden hebben die niet volledig worden toegepast op hun schuldaandeel. En misschien zelfs meerdere aflossingsstanden. Ze in het verleden met hun vorige situatie ook nog een keer verbouwd hebben. En dat betekent dus dat na toepassing van die aflossingsstanden beide partners individueel nog aparte aflossingsstanden kunnen hebben. En dat zou betekenen dat die aflossingsstanden daarna weer moeten worden toegepast. Als ze bijvoorbeeld gaan verbouwen, nou, dan zul je per partner weer individueel die verbouwing moeten toepassen. Nou, dan hebben we een mooie tweede polvraag. Ja, laten we dan eens kijken naar de volgende polvraag. Die mogen jullie weer beantwoorden. De eigen woningregeling is bij partners met een eigen woningverleden niet meer praktisch uitvoerbaar. Antwoord A, eens. Antwoord B, oneens. Ja, Rob, je, ook weer laten mensen even het zelf invullen. Maar je hebt een aantal mooie voorbeelden gegeven waar er... Nou, de vraag is bijna, is het praktisch uitvoerbaar? Wat vind jij zelf? Ja, dan geef ik al een klein beetje stiekem een voorzetje. Ja. Kijk, de voorbeelden die ik geef zijn altijd hele mooie casussen. Met afgeronde bedragen en met natuurlijk hele mooie duren van looptijden. Maar dat doe ik natuurlijk ook omdat, als ik nu al begin tot euro nauwkeurig en toch hele aparte duren van de leningen. Ja, dan is het overzicht ook weg. Ja. Dus... in dit geval doe ik dat mooi met die voorbeeld, maar in de praktijk is het wel op de euro de maand nauwkeurig. En dan zul je ook altijd situaties zien met mensen kopen een woning pas een tijd later, wordt de oude woning verkocht. Dus je krijgt gewoon een samenhang van leningen. En dan wordt het een stuk complexer. En ik denk, waar we het er straks over hadden, die eigen woningregeling had natuurlijk al lang veel meer versimpeld moeten worden. We hebben een aantal jaren geleden, dus inmiddels al bijna 3 jaar geleden, dat Panthea-rapport gehad. Waarin dus heel... uitdrukkelijk werd vermeld aan de hand van een onderzoek van jongens, dit kan niet meer, dit moet wijzigen. Niemand begrijpt het meer, de belastingplichtige al helemaal niet meer. Het is al bijna niet meer te adviseren. Nou, de Belastingdienst die kan natuurlijk al helemaal niet meer uitvoering geven aan een controle op dit soort constructies. Dus ja, waarom doen we dit? Hè? Dat is een beetje mijn vraag. Ja. En ik vind het grappige wel, een tijd geleden op LinkedIn... stond eigenlijk een hele eenvoudige fiscale situatie, die was voor de rechter gekomen. En er was een uitspraak over gekomen. En ik vond een hele mooie opmerking van Ruben Stam, van Fiscalist bij Nationale Nederlanden. En die had eronder gezet, eigenlijk is het zorgwekkende dat dit soort eenvoudige situaties nu bij de rechter komen. Maar de complexe situaties zien we al niet meer terugkomen bij de rechters. En niemand begrijpt het. Dus je weet al niet meer van beide kanten hoe zou het dan wel uitgevoerd moeten worden. Ja, men weet niet dat er een probleem is, bedoel jij? Daarom, ja, of ze kunnen het probleem ook niet meer beoordelen. Precies, ja. En ik denk dat, van de andere kant... Kijk, we zijn niet voor niks natuurlijk financieel planners. Dus we zijn ook hobbyisten. Dus aan de ene kant vinden we het wel leuk, dat gepuzzel. Van de andere kant moeten we ook heel reëel zijn. Ja, we moeten echt naar een ander stelsel toe. Ja. Ja. Maar tot die tijd geniet van dit soort rariteiten, de eigen woningregelingen. Ja. Nou, in ieder geval 93% van de kijkers is het met je eens, Rob, dat dit niet meer praktisch uitvoerbaar is. Nee, heel eerlijk, want wij zijn natuurlijk allemaal praktijkbeesten. En ik denk dat dat ook de basis is, dat wij kijken van wat werkt nog wel. Maar van de andere kant, we zullen dus ook nog wat strakker moeten zijn op... hoe moet je die eigen woningregeling samenstellen, maar ook wat blijft er over, hè, zoals je net zag. Ja. Want ineens krijgen we extra posten erbij, individueel per partner, die we ook zullen moeten vastleggen. Ja, je moet echt je klanten meenemen in wat ze moeten registreren en wat niet. Want ik kan me voorstellen dat het is voor ons als planners al lastig om dit allemaal bij te houden. Zeker. Laat staan als een klant dus even in een execution-only situatie dit zelf gaat doen. Dat is onmogelijk. Nou, dat is niet te doen, toch? Execution-only is leuk voor starters, hè, die ook nog wat kennis van zaken hebben. Want de meesten rennen al gillend weg uit execution-only. Ja. Alleen al als ze door die eerste vragen heen gaan. Ja. Maar zodra één of beide partners een iets complexer eigen woningverleden heeft, dan kan dit niet meer execution-only. Nee. Dus wat dat betreft, vrees niet, je hebt advieswerk zat. Hè? Ik heb nog een vraag van een kijker. Ja. Stel, een klant is eerst bij iemand anders geweest en komt nu bij jou.
Hij weet niet meer precies hoe zijn aflossingsstand eruit ziet. Als je dat in de praktijk meemaakt, hoe ga je daarmee om? Ja, een hele goede vraag, want we zitten allemaal altijd natuurlijk met dat eigen woningverleden. Hoe kun je dat goed in beeld brengen? Ja, dan kijk ik ook vanuit de bril van de toezichthouder. Die zegt terecht, ja, je moet zo ver mogelijk kunnen uitzoeken wat er is. Ja. Kijk, de vorige aflossingsstanden die kun je over het algemeen nog wel goed inschatten. Op het moment dat de vorige woning verkocht is, dan kun je zien wat is de feitelijke stand, hoe lang heeft die gelopen. Nou ja, dat zullen ze goed mogelijk moeten uitzoeken. Kun je het niet zelf uitzoeken en de klant heeft ook geen bewijsstukken ervan, ja, dan zul je uit moeten gaan van de informatie die die klant je verstrekt. Vermeld dat dan ook in je adviesrapport. Vermeld hoe je aan het eigen woningverleden van die klant komt. En vermeld ook bijvoorbeeld, als je uitgaat van de informatie die klant verstrekt, dat je inderdaad je analyse en je advies baseert op de informatie die deels is uitgezocht en deels door de klant is verstrekt. Ja, meer dan dat kun je niet doen. Ja, precies. Je kunt niet tegen een klant zeggen van, ja, je weet het niet meer precies, dus je kunt geen woning meer kopen. Nee. Maar je zult wel heel duidelijk moeten zeggen, nou, de vorige eigen woningschuld, dat kun je over het algemeen nog wel reconstrueren. Maar ja, ik heb ook in de praktijk een klant gehad in het verleden, was 2 keer gescheiden. En op een mooie voorjaarsavond gingen alle mappen van de scheiding in de vuurkorf. Van, hey, flesje wijn erbij, gezellig. Ja, een half jaar daarna zat ik daar en de vriendelijke dame ging met de nieuwe partner weer een woning kopen. Helemaal niets over het eigen woningverleden. Nou ja, dan is het wel even doorakkeren om een goed beeld te krijgen van wat het geweest had kunnen zijn. En dan zul je soms aannames moeten maken. Ja, precies. Dan doe jij gewoon aannames op basis van de gegevens die je hebt. En dat noteer je ook in je adviesrapport dat je die aannames hebt gedaan. In die specifieke situatie heb ik toen wel even overleg gehad met de inspecteur van de Belastingdienst. Omdat er echt geen touw meer aan vast te knopen was. En ze was niet vriendelijk met de laatste ex uit elkaar gaan. Dus die wilde ook geen informatie meer geven. Wel een tip. Als je dat doet en je gaat in overleg met de inspecteur van de Belastingdienst, kom dan wel gelijk met een voorstel. Want als je met een voorstel komt, en zeker als je dat voorlegt op een vrijdagochtend, dan denkt de inspecteur van, nou, ik vind het prima hoor. Ja. En op het moment dat je dan een goedkeuring krijgt dat je dat als uitgangspunt kunt nemen, laat het ook even bevestigen. Ja, ja. Mooi. Ja. Thanks. Ja, en nou dachten wij in de voorbereiding van deze nieuwe regelgeving van, oh, in dat voorbeeld van vuilbrief, hè, zo'n voorbeeld dat je net zag, van, ja, dan zullen dat wel gezamenlijke leningdelen worden, omdat ze gehuurd zijn in die beperkte gemeenschap. Maar toen lazen we nog eens die stukken goed en toen kwamen we het volgende tegen. En vuilbrief zegt erin, de overgang wordt in de nieuwe regeling dus beperkt tot het aandeel in de totale schuld van degene die de aflossingsstand heeft. Dat is die individuele toepassing. En hiermee wordt mogelijk een beperkter deel van de aflossingsstand ingezet dan in de huidige regeling. Daarmee doelt hij dan op dat goedkeurend besluit. Want daarbij werd een aflossingsstand immers volledig over beide partners verdeeld. En moesten ze ieder een halve aflossingsstand tegen hun aandeel in de totale schuld afzetten. Waardoor volledige inzet sneller aan de orde is. En daarbij zei hij ook, de beoogde regeling is overigens niet beperkt tot situaties waarin de eigen woning in een huwelijksgemeenschap valt. Maar geldt ook in andere situaties waarin partners gezamenlijk een woning aankopen en financieren. En daar zie je weer die aansluiting in de vorige regelingen. Wettelijke regeling goedkeurend besluit, waar dus wel die civiele schuldverhoudingen weer altijd die eigendomsverhouding volgt en dus weer gezamenlijke schulden zijn. Dus weer individueel toepassen en dan weer gezamenlijke schulden. Ja, en dan hebben we nog, oh, ik heb nog een leuk voorbeeld trouwens, inderdaad, met die aflossingsstanden. Dat is de volgende. Sanne en Onno kopen samen 50-50 een woning. Hun eigen woningsschuld is gezamenlijk 4 ton. Onno heeft de volgende aflossingsstanden: 180.000 euro resterende duur 280 maanden en 50.000 euro resterende duur 320 maanden. Ze zijn samenwoners met een notarieel samenlevingscontract. Dat betekent, ja, eenvoudige gemeenschap. Dus je had hier ook een andere interne draagplicht kunnen adviseren, maar we gaan kijken naar de wettelijke regeling. Nou, de wettelijke regeling zegt, jullie hebben dus gezamenlijk een schuld van 4 ton, dus iedereen heeft een schuldaandeel van 2 ton, want het is 50-50. Onno moet nu individueel zijn aflossingsstanden toepassen. Dat betekent 180.000 euro 280 maanden. En van die 50.000, ja, hij heeft maar 2 ton, dus 20.000 daarvan, die moet in 320 maanden worden afgelost. Sanne mag haar 2 ton individueel weer toepassen in 360 maanden aflossen. Nou, in dit geval zie je dus dat Onno 50.000 euro niet toepast.
Je moet ook de goede volgorde aanhouden. Dus eerst die kortst resterende maximale looptijd. Hè. Dat zegt ook de wetgever. Je moet beginnen met de kortst resterende maximale looptijd. Dus die 280 maanden. Nou, als dit is toegepast individueel, worden dit weer gezamenlijke schulden. Dus ze hebben nu samen 180.000 resterende duur 280 maanden. 20.000 resterende duur 320 maanden. En die 200.000 resterende duur 360 maanden. En Onno heeft dus die resterende duur van 320 maanden. Maar nu gaan ze in 2025 verbouwen voor 40.000 euro. En hoe pakt dit nu uit? Ja, ook hier hetzelfde weer. 40.000 euro heeft ieder een schuldaandeel van 20.000 euro. Individueel gaan we nu weer de aflossingsstanden toepassen. En dat betekent Onno heeft die 30.000 aflossingsstand resterende duur 320 maanden. Die moet hij toepassen op zijn 20.000. Nou, dan zien we dat Sanne heeft haar 20.000 die ze weer in 360 maanden mag aflossen. Dan worden die twee schulden weer gezamenlijke schulden 50-50. En voor Onno resteert weer individueel die 10.000 euro resterende duur 320 maanden. Dus je ziet, continu hebben we eerst die individuele toepassing van die aflossingsstanden. Nou, dan gaan we eens kijken naar andere regelingen die ook aangepast worden. En dan zien we bijvoorbeeld dat een aflossingsstand bij overlijden volgens de oude wetgeving overging op de andere partner. En dat zag je staan in het oude artikel 3.119d lid 4. Die zei, bij het overlijden van een van de partners gaat de aflossingsstand van de overleden over op die langslevende partner. Dat gebeurt niet meer in de nieuwe regeling. Dus dit komt te vervallen. Dus een aflossingsstand gaat niet meer over op de partner. Daarvoor is het wel, op het moment dat we verder gaan en we gaan kijken wat zijn de gevolgen bij overlijden van de partner, dan is het belangrijk dat we nu een verschil maken tussen een aflossingsstand en een aflossingsschema. Ja, wat is een aflossingsstand? Een aflossingsstand is een stand die ontstaat bij vervreemding van een woning. Dus dat kan verkoop zijn, dat kan verhuur zijn. Maar een aflossingsstand kan ook een resterende aflossingsstand zijn. We zagen net voorbeelden waar een van de partners niet de volledige aflossingsstand had toegepast. En dan krijg je dus die individuele aflossingsstand die in de koelkast gaat. Dat is dus ook een aflossingsstand. Het aflossingsschema is het lopende aflossschema dat partners hebben op het moment dat ze een woning en schuld hebben. En waarom maak ik nadrukkelijk dit verschil? Omdat in de nieuwe wetgeving blijft artikel 3.119c lid 9 wel in stand. En wat staat daar dan in? Als een eigen woningsschuld bij overlijden van een belastingplichtige krachtens erfrecht overgaat op zijn partner, dan gaat ook het aflossingsschema van die schuld over op die partner. Dus voor dat deel van die overleden partner gaat dan niet een nieuwe 30-jaartermijn gelden. Deze bepaling wordt niet herzien. En hier zegt Velbrief, dat is het praktische overweging, want als je samen die schuld hebt met zo'n aflossschema en een van de partners overlijdt, ja, dan is het heel praktisch dat de andere partner gewoon die schuld in diezelfde vorm één op één overneemt. Dus het eigen deel, maar ook het deel van die partner. En hier staat ook nadrukkelijk krachtens erfrecht. Want het is bijvoorbeeld anders als je bijvoorbeeld als samenwoners een notarieel samenlevingscontract hebt waar een verblijfingsbeding, een overnamebeding in zit. Want dan is er sprake van verwerving. Hè? Dan mag je dus dat deel van die partner, die woning en die schuld, die neem je over. Nou, vererving betekent één op één overnemen, dan gaat die wel over. Bij een verwerving, bijvoorbeeld met zo'n overnamebeding, dan is de helft van de schuld voor jou. Maar voor de rest van die schuld kun je dan wel weer een tenminste annuitaire aflossing van 30 jaar kun je regelen. Dus soms kan zelfs zo'n overnamebeding kan interessanter uitpakken, als het gaat om je LTI en een langdurige vorm van renteaftrek, dan een verkrijging krachtens erfrecht. Een vraagje over die aflosstand, Rob. Ja. Van Tom, die vraagt, voor de berekening van de aflosstand heb je dus de eigen woningreserve al toegepast, waardoor je een andere schuldverhouding is. Klopt dat? Dat klopt, Ja, dat klopt. Want inderdaad, heel goed in die wettelijke regeling. Nogmaals ga je van de feitelijke civiele schulden uit. Dus eerst kosten van verwerving minus de feitelijke potten met geld. Dat is het schuldaandeel, daar pas je hem op toe. En inderdaad ga je kijken naar de eigen woningreserve, dat is dus eigenlijk de fase daarvoor. Dan ga je kijken, hey, dit zijn de schuldaandelen. Oh, die eigen woningreserve heeft de een meer en de ander minder, maar die mogen we dan dus samen toepassen. Kosten van verwerving minus die gezamenlijke eigen woningreserve. En die zal dan ook vaak overeenkomen met die civiele schuldverhouding.
Dus inderdaad, dat is de goede manier van toepassen. Eerst samen de eigen woningreserve, schuldaandeel bepalen, dan individueel die aflossingsstanden toepassen. Ja, en dan heb je ook nog tussentijds heb je dat overgangsrecht. Heb ik meteen nog een vraag aan je op van Edwin. Voor samenwonenden kan nog steeds gekozen worden voor het interne draagkrachtenbeginsel. Ja. Begrijp ik het dan goed dat ondanks deze keuze, als er een eigen woningreserve bij één van de partijen is, deze niet meer op zijn of haar aandeel verrekend wordt, maar op het geheel? Nee. Of is het dat, of toch de eigen woningreserve bij de eerste partij verrekenen bij keuze draagkrachtbeginsel? Ja, goede vraag, want we hebben het nu over de invulling van de nieuwe wettelijke regeling. Als je een draagplichtovereenkomst hebt, dat is ieder individueel. Dus heb je dan een eigen woningreserve, die pas je op je eigen schuld toe. Ja, want dat is ook vaak de pot met geld die je inbrengt. Dan heb je gewoon een lagere schuld, maar ook fiscaal heb je een lagere schuld. Dus die wordt niet verdeeld. Dus of inderdaad een andere interne draagplicht, dan ga je kijken wie verwerft wat. En dan pas je compleet zelf je eigen woningreserve, je eigen woningverleden toe, alles. Nieuwe wettelijke regeling, daar krijg je dus dat je eigen woningreserve in feite verdeeld kan worden, noem ik het maar even, tussen die partners. Nou, we zien hier dus inderdaad het aflosschema dat gaat over. Ik geef even een kort voorbeeld waarbij je het verschil dan kunt zien tussen het vervallen van de aflossingsstand en het voortzetten van het aflosschema. Anne heeft sinds 1 augustus 2017 een woning met een lineaire eigen woningsschuld €300.000. 1 augustus 2022 koopt ze samen met Dirk 50-50 een woning voor €480.000. En ze hebben een testament opgemaakt waarin ze elkaars erfgenaam zijn. Nou, die stand van Anne die is inmiddels afgelost tot €250.000. Haar eigen woningreserve is €60.000 en die brengt ze ook volledig in bij de koop van de woning. Nou, dat betekent weer dat we gaan kijken naar €480.000 minus die pot met geld, hè, die €60.000 die wordt ingebracht. Samen dus een schuld van €420.000 en die wordt weer 50-50 verdeeld, dus iedereen heeft een schuld van €210.000. Ja, Anne's eigen woningsschuld is dus €210.000 met een resterende duur van 25 jaar. En dat betekent weer dat zij, want ze had een aflossingsstand van €250.000, €40.000 niet toepast. Dat is haar aflossingsstand die weer op na haar naam die koelkast ingaat. En Dirk mag zijn schuld van €210.000 weer in 30 jaar aflossen. Die schulden worden op dat moment gezamenlijk. Ja, wat gebeurt er? 1 augustus 2023 overlijdt Anne. En nu gaan we het verschil zien tussen aflossingsstand en aflossingsschema. Allereerst, ze zijn erfgenaam. Dat betekent dat Dirk erft de woning, haar deel van de woning en haar deel van de schuld. Want de helft is natuurlijk al van hem. Dat betekent dat de aflossingsstand van Anne, die 40.000 die individueel even opzij is gezet, die komt te vervallen. Die gaat niet meer over op Dirk. Maar Dirk neemt wel de aflossingsschema's over van die 2 keer €210.000 met die resterende duren. In de praktijk zal er ook vaak sprake zijn van overlijdensrisicoverzekering. Maar eerst moeten we even gaan kijken van oké, wat zijn de schulden, hoe moeten we die toepassen? En een overlijdensrisicoverzekering, ja, dat is gewoon ook weer eigen middelen die je daarna kunt aflossen. En daar kun je dus zelf bepalen hoe je die gaat aflossen dan op die constructie die overblijft. Dan hebben we nog de derde pijler, het overgangsrecht. Ja, dat is ook wel weer een aparte hoor, want we zien dus een 10 bis 1 lid 3 staan. Indien op een bestaande eigen woningsschuld wordt afgelost, dan wordt die bestaande eigen woningsschuld verlaagd met het afgeloste bedrag. Even voor duidelijkheid, bestaande eigen woningsschuld is niet taalkundige schuld die al bestond, maar is een fiscale term voor overgangsrechten. Maar dan zie je, als je voor dat afgeloste bedrag uiterlijk in het volgende kalenderjaar weer een schuld in verband met de woning hebt, dan herstelt dat overgangsrecht. En nu krijgen we een uitbreiding in de nieuwe wettelijke regeling. Maakt één van beide partners aanspraak op overgangsrecht, dan kan deze aanspraak door beide partners ingezet worden naar rato van hun schuldaandeel in de nieuwe schuld. Ja, wat staat hier nou eigenlijk? Hier staat dat we te maken hebben met een keuzeoptie. Dus we zagen daar straks de bijlenregeling, toepassing, aflossing, standen, dat is gewoon een wettelijke regeling, daar zitten geen keuzeopties in. Maar hier hebben we ineens een keuzeoptie en Velbrief zegt, ja, ik wil niet dat zoals in het oude goedkeuringsbesluit dat dat automatisch gebeurt, dat je helft van het eigen woningverleden van je partner overneemt. Dus je kunt er nu voor kiezen om de helft van dat overgangsrecht wel of niet voor te zetten. Ja, is dat nou echt een keuzeoptie? Laten we eens gaan kijken wat dat betekent als je wel of niet daarvoor kiest.
Nou, dan gaan we naar Fons. Fons heeft door de verkoop van zijn vorige woning nog een bestaande eigen woningsschuld van 250.000 euro. En die liep 14 jaar. We hebben Ellie de starter. En Fons en Ellie kopen samen 50-50 een woning voor 500.000 euro. En financieren die met een aflossingsvrije hypotheek 250.000 euro. En een annuïteitenlening van een ton. Nou, als ze daarvoor kiezen, en je ziet ze willen gewoon de helft van die woningwaarde aflosvrij. Dus zouden ze zich ook nog een beetje aan die gedragscode. Ja, als dit de 50-50 leningen zijn die ze daarvoor afsluiten, dan heeft dus ieder een aflossingsvrije schuld van 125.000 euro. En ieder een annuïteitenlening van 50.000 euro. Als ze ervoor kiezen om het overgangsrecht van Fons 50-50 te verdelen, en dus eigenlijk Ellie gebruik maakt van de helft van het overgangsrecht van Fons, dan hebben ze alle twee een bestaande eigen woningsschuld van 125.000 euro, kwalificeert ook gewoon als eigen woningsschuld, en alle twee een annuïteitenlening van 50.000 euro. Dus beide schulden kwalificeren nu. Ja, en dan zul je altijd zien, een jaar later gaan ze weer uit elkaar. Nou, wat zijn nu de consequenties voor Ellie? Ellie heeft dus ervoor gekozen om de helft van het overgangsrecht van Fons over te nemen. En net zoals in het oude goedkeurend besluit, eenmaal gekozen blijft gekozen. Dus daar kun je niet op terugkomen. Dat betekent dat als zij weer uiterlijk in het volgende kalenderjaar een schuld aangaat in verband met de woning, dat 125.000 euro overgangsrecht, hè, dat kan ze weer als overgangsrecht voortzetten. Maar ze heeft nog maar 15 jaar aftrek. En ze heeft natuurlijk de rest van de aflossingsstand die ze had vanuit die annuïteitenlening. Maar dan stel, we hebben exact diezelfde situatie. Dus weer Fons en Ellie, waar Fons die 250.000 euro bestaande eigen woningsschuld heeft die 14 jaar liep. Ze kopen weer samen die woning aan voor 500.000 euro. En ze financieren hem ook weer met aflosvrij 250.000 euro en annuïteer 100.000 euro. Maar nu zegt Ellie, ja, die Fons, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik kies niet voor de helft van zijn eigen woningverleden. Want stel dat we uit elkaar gaan, dan moet ik dus rekening houden met 14 jaar renteaftrek. Als ze dus besluiten om wel 250.000 euro aflosvrij af te sluiten, dan heeft dus ieder de helft, 125.000 aflosvrij. Maar dat betekent dus, als ze er niet voor kiezen, dat voor Ellie die 125.000 euro een box 3 lening is. En ze hebben dus wel daarnaast ieder 50.000 euro annuïteer. Nou, voor Fons geldt nu dat op zijn annuïtaire deel ook een renteaftrekbeperking geldt van 16 jaar. Waarom? Als ze er niet voor kiezen om zijn overgangsrecht gezamenlijk toe te passen, dan blijft dat overgangsrecht bij Fons. En dan krijg je weer een beetje de situatie van de oude wettelijke regeling. Ja, hij heeft 125.000 aflosvrij, dus overgangsrecht, maar zijn bestaande eigen woningsschuld overgangsrecht was 250.000. Dus ook op zijn volgende lening delen betekent dat dat zijn annuïteitenlening ook overgangsrecht is. En dat is wel een eigen woningsschuld, maar wel met een beperkte duur van aftrek. Een praktische vraag tussendoor, Rob. Hoe geef je dat aan, die keuze? Is dat gewoon via de belastingaangifte? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn al kamervragen zelfs over gesteld. Okay. En ook een logische vraag, hoe geef je dit nou aan? Ja. Nou, daarvan zei de staatssecretaris, ja, op je aangifte IB vul je de hoogte van de eigen woningsschuld in. En daaruit zal blijken of je wel of niet die keuze hebt gemaakt. En dat zul je daarna dan moeten aantonen. En ook daar weer zie je dat de IB-aangifte daar helemaal niet op ingericht is, op dit soort keuzes. Maar ja, dat betekent wel dat je in je adviesrapport ook heel duidelijk moet maken, wat is die keuze en hoe pakt die uit? Want Velbrief heeft natuurlijk gelijk. Ja, kies je er wel voor, heb je een hogere eigen woningsschuld. Kies je er niet voor, dan heb je een deelbox 3. Maar de vraag is of je hier ook wel het doel bereikt. Want wat gebeurt er namelijk? Deze schulden worden weer allemaal gezamenlijke schulden. Want de civielrechtelijke schuldverhoudingen die blijven gelijk. En dat betekent in feite dat ja, die keuze om niet de helft van het eigen woningverleden van die partner over te nemen, bereik je maar voor de helft, want al die schulden die worden weer gezamenlijk. En dan kun je je afvragen, van, ja, is het wel zo slim om niet te kiezen voor het overgangsrecht? Want ja, je kunt wel zeggen, ja, maar dan krijg je ook niet het eigen woningverleden. Van de andere kant is het de keuze van, nou, ik pak niet het eigen woningverleden, geen renteaftrekverleden. Dus ik kies er maar voor om helemaal geen renteaftrek te hebben. Want dan heb ik een box 3 lening. En dat is een beetje een rare keuze natuurlijk. Ja. Dus je kiest liever voor geen renteaftrek dan een renteaftrekverleden. Lijkt me niet echt de keuze. Nee. Dus ook weer de doelstelling, de achterliggende gedachte, die begrijp ik wel. Maar kijk je naar de uitvoering, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat mensen zeggen, ik ga ervoor kiezen
om bewust een box 3 lening te creëren. Ja, tenzij je vermogen hebt in box 3 dat je wil compenseren. Ja, precies. Hier, Tim die stelt nog, ik zou gewoon niet adviseren om te trouwen, maar altijd te gaan samenwonen. Dan heb je gewoon die mogelijkheid tot draagplicht en niet al deze nieuwe wetgeving. Ja, daar komt hij nou mee. Ik ben net 31 jaar gehuwd. Nee, kijk, tuurlijk. Maar van de andere kant, ja, als je er toch voor kiest om dan te gaan huwen, dan heb je meestal ook de indruk dat je langere tijd bij elkaar blijft. Hè. Die intentie hebben de meesten. Ja. Dus ja, als je bij elkaar blijft, maakt het natuurlijk geen peper nood uit voor welke advieskeuze je kiest. Ja. Ja, en dan is weer inherent aan, we vinden het toch leuk om geregistreerd partner te worden, want dat is ook veel populairder vaak onder de jeugd. Hè. Dan heb je het gevoel, ach, het is nog niet zo spannend, we zijn nog niet getrouwd. Maar je hebt natuurlijk dezelfde gevolgen bij dat geregistreerd partnerschap. Dus ja, adviseren om niet te huwen gaat misschien wat ver. Maar misschien wel belangrijk in het advies. Want stel, je zegt van jongens, jullie zijn nu samenwoners. Hmm. Jullie kunnen ieder apart je eigen woningregeling inrichten met je eigen woningverleden. Vertel er dan wel bij dat als ze toch besluiten daarna om te gaan huwen in een beperkte gemeenschap, dus zonder huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partner zonder partnerschapsvoorwaarden, dat die individuele leningdelen dan wel weer 50-50 worden. Ja. Dus ja, dan zou je gelijk daar rekening mee kunnen houden als dat de doelstelling van die partners is. Ja, precies. En Ton die stelt nog de vraag, dus het probleem van, hè, als je wel een eigen woningreserve hebt, maar geen liquide middelen bij echtscheiding, ja, eigenlijk dat probleem dat blijft bestaan, ook in die nieuwe regeling. Dus het probleem van wel een eigen woningreserve, maar geen liquide middelen. Ja, ook dan pas je in die wettelijke regeling. Dan ga je in feite kijken naar, fiscaal gezien, wat heeft ieder maximaal voor eigen woningsschuld. Ja, als er geen eigen middelen zijn, dan blijft het daarbij. Dus de rest van de schuld wordt dan een box 3 lening. Ja. Want dan kun je niet toepassen van de ander wat een eigen woningsschuld had mogen worden benut. Want je hebt geen eigen middelen ingebracht. Dus je feitelijke schuld is ook hoger. Ja, je eigen woningsschuld plus het box 3 gedeelte dan, hè. Ja. Ja. Dus inderdaad, ja, dan bestaan box 3 gedeeltes. Precies. Ja. Dus als je zegt, ik heb overwaarde, ik ga een auto kopen, ja, dan heb je een andere situatie. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan ook even kijken bij overlijden met die bestaande eigen woningsschuld. We zagen daar straks dat bij overlijden, daar maakten we dat verschil tussen de aflossingsstand die vervalt. Mm-hmm. En we kijken naar het aflosschema, dat wordt voortgezet. Nou, bij een bestaande eigen woningsschuld, dus overgangsrecht, blijft ook de situatie gelijk zoals die was. Dus als één van partners overlijdt en de andere partner erft in feite de woning en dat deel van de schuld, gaat ook het overgangsrecht van die partner die overleden is over op de andere partner. Dus ook weer uit praktische overweging. Ik heb die gezamenlijke eigen woningsschuld overgangsrecht, die neem ik één op één mee. Ik heb de aflossingsschema's, neem ik ook één op één mee. En ja, nogmaals, het enige wat dan vervalt zijn die aflossingsstanden. Ik weet helemaal niet hoe we in de tijd zitten. Ik zal eens kijken. Nou, we hebben nog 5 minuutjes, maar ik heb ook nog een vraag binnengekregen, Rob. Heel goed. Ik heb nog niet kunnen lezen, dus ik lees hem gewoon even op. De keuzebox 1, box 3 heeft toch ook invloed op de maximale hoogte van de financiering? Ja. Dan is soms toch geen keuze mogelijk als je maximaal wilt lenen? Ja, waarbij je wel even moet opletten, want er worden heel veel adviesfouten gemaakt in inderdaad, ik ga een box 3 lening in mijn constructie invoeren. Want als je een box 3 lening wil invoeren en je hebt schulden met een aflossingsschema, dan zul je altijd op het nieuwste leningdeel dan het aflossingsvrije deel moeten hebben. Waarom? Omdat aflossingsstanden niet vervallen als ze niet zijn toegepast op een eigen woningsschuld. Dus stel, ik heb verschillende aflossingsstanden. Ik heb een aflossingsstand van 25 jaar en een van 28 jaar. Ja, dan moet ik aan de bovenkant, op het nieuwste leningdeel, moet ik dan een aflossingsvrij deel nemen. Want op het moment dat ik zeg, die laat ik de aflossingsstand van die 25 jaar, die vervang ik door een aflossingsvrije schuld. Ja, het volgende leningdeel heb je nog steeds die aflossingsstand van 25 jaar. Dus die moet je daarop toepassen. Hetzelfde geldt met overgangsrecht. Ja, overgangsrecht kun je niet van de ene op het andere moment op je IB-aangifte in box 3 zetten. Overgangsrecht is overgangsrecht, dat blijft box 1. Tenzij je volledig uit eigen middelen die schuld helemaal aflost. Ja, en ga je op een later moment voor de bedrag weer een schuld aan, dan is dat niet meer een schuld in verband met de woning. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je dan die schuld naar box 3 kunt krijgen. Maar je zult dus wel door verkeerde keuzes, zeg maar even fiscaal, een deel van je schuld naar box 3 krijgen. Ja, en dan heb je wel vaak, hoe gek het ook klinkt, een hogere LTI. Als je verschillende aflossingsstanden hebt met kortere duren,
dan word je daarmee belemmerd in je maximale leencapaciteit. Zeg je, nou, al die aflossingsstanden, huppakee, die gooi ik gewoon 30 jaar met een nieuwe economische looptijd aflosvrij box 3. Ja, dan moet je wel in een andere tabel toetsen, maar wel weer op 30 jaar. Ja, dan zou het zomaar kunnen dat de klant dan wel die woning kan kopen, terwijl hij dat in box 1 niet kan. Wat op zich natuurlijk al een hele rare situatie is. Hè? Ja, eigenlijk wel, toch? Ja. Ja, dus wat ik uit jouw verhaal begrijp op is er is echt nog meer dan genoeg te adviseren op dit vlak. Ja. En wat er voor mij wel bij komt, is dat het er ook de klanten op wijzen wat je adviseert, hoe de klant zelf moet bijhouden wat afloststanden zijn, dat wel belangrijk is. We moesten al veel ook richting klant op papier zetten, maar dit komt er wel bij. Ja, dus nog een sterkere zorg richting die klant om dingen goed vast te leggen in zo'n adviesrapport. Maak er ook echt een adviesrapport van. Geef ook aan wat adviseer je en waarom adviseer je dat. Hoe past het bij die doelstelling van de klant? Maar wat ik al zei, ja, als het niet een eenvoudige gemeenschap is, dan heb je eigenlijk geen keuzemogelijkheid. Nee. Ja, tussen lineair en annuitair. Maar voor de rest zul je dan deze constructie moeten toepassen. Wat belangrijk is, want mijn complimenten sowieso dat jullie deelnemen aan dit webinar. Want dat betekent ook dat je het belangrijk genoeg vindt. En je ziet ook hoe complex die regeling is. En daarmee zou ik ook zeggen, verdiep je erin. Hè. Wacht ook niet met bijvoorbeeld allerlei PE-bijeenkomsten tot eind van het jaar. Want dan heb je daar natuurlijk niks meer aan. Op deze manier moet je echt die nieuwe regeling, die moet je tot je gaan nemen. Daar moet je in verdiepen, want je moet ermee werken. En dat is ook, eigenlijk vind ik dat heel raar dat er geen overgangsregeling is gekomen. Ja. Als wetgever zou ik eerder hebben gezegd, jongens, 1 juli gaat het in. Zet hem op, hè. Iedereen moet zich verdiepen erin. Maar nu zit je er al middenin. Ja. Nee, mooi advies om er inderdaad meteen mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat dit in ieder geval een beetje duidelijkheid geeft aan de onderdelen zoals je moet toepassen. Ja, dat denk ik zeker, Rob. Heel hard bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Jullie heel hard bedankt voor het kijken. De sheets die komen uiterlijk overmorgen op mijnffp.nl. Dus dan kunnen jullie het allemaal nog eens rustig nalezen. Voor nu een hele fijne avond nog. Dankjewel.